Welkom, we staan hier in het hart van het Groene Hart bij Wilnis. Dit is Armeland Ruwiel en dat is een gebiedje wat eigenlijk sinds de middeleeuwen nauwelijks veranderd is. En daardoor, als je ernaar kijkt, heeft het ook echt nog een andere kleur en allerlei plantensoorten en diersoorten uit vroegere eeuwen die hier nog voorkomen. Het landschap hier is opgebouwd uit hele lange kavels uit de tijd van de veenontginning. En aan het eind daarvan ligt een veenkade. Die zie je daar lopen. Daar staat hout op. Dat is echt de oude opbouw. En op die lange kavels lagen vroeger achterop lagen de schrale hooilanden. En dat waren die blauwgraslanden. En daar lagen duizenden en duizenden hectare van in het Groene Hart. En ergens, toen kwam de ontwatering en kwam de kunstmest. En ergens rond 1970 was het eigenlijk allemaal weg, behalve hier en daar een heel klein flintertje. En een van die flintertjes is dat Armeland Ruwiel. Veel recenter is het idee opgekomen om hier natuurontwikkeling te doen. Eerste plaats voor de biodiversiteit. In de tweede plaats eigenlijk ook voor de bescherming van het veen. Omdat veel van de ontwaterde gebieden hier nogal sterk dalen en natuurgebieden dalen niet. Nou, vanuit die gedachte ontstaat dan eigenlijk ook de vraag van die natuur, hoe moet je die opbouwen? En dan blijken deze kleine gebiedjes ontzettend belangrijk, omdat het eigenlijk het geheugen is van het landschap. Die oude biodiversiteit, die zit hier nog, staat wel zwaar onder druk, want het gebiedje is veel te klein. Maar met die natuurontwikkeling eromheen kun je proberen dat gebied weer steviger te maken. En dat is hier heel goed gelukt, samen met agrariërs, met het waterschap en met de provincie. Je ziet hier soorten als Spaanse ruiter op de kade, je ziet veenpluis. Het is nu begin juni, maar over twee weken bloeit hier ook de klokjesgentie aan. En hiernaast vindt natuurontwikkeling plaats door de buurman, een agrariër. En die klokjesgentie aan, die is eigenlijk bij hem, is die al teruggekomen. En dat is heel erg bijzonder, want in de wijde omgeving moet je 10 kilometer rijden om de eerstvolgende te vinden. Hier zitten we op een droger plekje, vandaar die ratelaar. Hier hebben we een kade gemaakt, eigenlijk helemaal rondom het terrein. En die stelt ons in staat om het terrein in de nazomer onder water te zetten. En daarmee zorgen we ervoor dat het terrein niet te ver verzuurt. En dat het slootwater af en toe ook het hele terrein kan bereiken. Net zoals vroeger in die middeleeuwen gebeurde, omdat men die pijlen niet zo precies kon sturen.